Hallo, mijn naam is Kevin en onlangs kregen we de vraag bij Coolblue wat nou precies de HDR-functie is bij de fotofunctionaliteiten van een Apple-device. Nou in deze vraag verdient een antwoord, zal ik daar snel een antwoord op geven. Nou, HDR staat voor High Dynamic Range en een foto die geschoten is in HDR is een foto die donkere en lichte stukken veel meer tot zijn recht laat komen. Bijvoorbeeld eh, op een zonnige dag liggen sommige stukken in de zon en worden dus fel beschenen en andere stukken liggen in de schaduw en zijn dus erg donker. Nou, het menselijk oog kan zich aanpassen aan de verschillende variatie van lichtintensiteit, maar een camera sensor kan alleen maar één bepaalde lichtintensiteit aan, waardoor stukken soms te donker overkomen of sommige stukken dus te licht. Wat een HDR-foto combineert zijn drie foto's met elk een andere belichting: één onderbelicht, één overbelicht en één in het midden. De beste delen worden samengevoegd en zo ontstaat er een shot dat veel meer detail brengt in de schaduw. En ook kan je dingen zien die eerst in de felle gedeelte van de zon lagen. Je hebt dus een mooiere gedetailleerde foto. Kijk maar bijvoorbeeld op deze foto's: de een is geschoten in HDR en de andere niet. En kijk maar naar de ruit van de vrachtwagen. In de HDR-foto zie je dat hij niet is overbelicht en in de niet-HDR-foto is hij wel overbelicht.